En dan. Deze week verscheen een rapport over de tramaanslag in Utrecht van afgelopen maart. Conclusie, communicatie naar het publiek kon beter. Burgemeester Jan van Zanen nam die kritiek meteen ter harte, want zijn persconferentie over het rapport werd vertaald door een doventolk. Goedemiddag allemaal, welkom. Ja, heel goed dat ze ook aan de doven en slechthorenden hebben gedacht. Dat is natuurlijk een kleine moeite, maar het gaat om het gebaar. Ik vind alleen wel dat de burgemeester dan ook een beetje vertrouwen moet hebben in zo'n tolk. Hij moet er niet dan als een soort amateur dwars doorheen gaan zitten tolken. Als je een crisis hebt, dat je dan steeds opnieuw realiseert met wie heb je te maken en met wie moet je direct in contact staan. En dat kunnen dus zijn, ik hoop dat de vluchtelingen zijn inderdaad scholen, maar ook de vervoerbedrijven. Dat is natuurlijk in dit geval zeer relevant. De ziekenhuizen. Ook het omgekeerde geldt, ze moesten ook ons kunnen vinden. Dat dreigingsniveau is daarna opgeheven, er zit ook weer tijd tussen. En toen bleek dat anderen zich toch weer op het dreigingsniveau beriepen. Dat had tot consequentie, dat toen ik het advies uitbracht, blijf binnen. Dreigingsniveau 5 zegt iets over alerta. Dit is heel heftig voor dove mensen. Die zitten allemaal zo van, niet door elkaar, niet door elkaar. Maar ik was toch wel benieuwd wat hij nou eigenlijk zei. Dus wij hebben de gebaren van de burgemeester nog even laten vertalen door iemand die gebarentaal kan. Ik denk. Met wie moet je direct in contact staan? Snor. Ik heb gevonden. Iets over alertheid. En losgelaten. Een klein. Want er had natuurlijk een dreiging. Klein. Feestje. Een rondje. Het is geen touw aan vast te knopen. Dit. Kennelijk was deze boodschap niet aan dovemans ogen gericht. Dus voor de zekerheid hebben we het ook nog even voorgelegd aan het Concertgebouworkest. Maar ook die konden er geen chocola van maken. Theorie over dreigingsniveau 5. Dat is niet een pas de openingszin. Dreigingsniveau 5 zegt iets over alerta. Zegt iets over capaciteit. Zegt iets over ruimbaar. En dat zegt niet zo. Want er had natuurlijk een dreigingsniveau 5 ook aan het voorbeeld zijn. Of aan een ziekenhuis. Daar kun je. Je kunt wel weer op het ziekenhuis. Het is echt uniek. Ja. Ik snap het wel twee keer. Vond je dit een leuk filmpje? Je bent helaas niet de enige, dus wees er snel bij en score nu een abonnement op dit kanaal, zolang de voorraad strekt. Dat is best wel lang. Klik hier.